Wat hebben Comilfo, Dries van Noten en Zdeněk Štybar met elkaar gemeen? Ze groeiden alle drie op in Essen, de groene Antwerpse gemeente aan de Nederlandse grens. Bent u in de buurt, bezoek dan zeker de Bakkersmolen. In de bakkerij smult u van echte molenkoeken op steengebakken brood en ambachtelijke speculaas. Herbeleef ook de geschiedenis in het Essense Karremuseum. U vindt er de grootste collectie karren, wagens en koetsen terug in België en Nederland. Uitwaaien doet u te voet of op de fiets in de mooiste omliggende natuurgebieden van de Kempen, zoals de Kalmthoutse Heide, de Maatjes en de Brabantse Wal. En wat zijn de troeven van Essen volgens zijn burgemeester Gaston van Tichelt? Manager TV ging bij hem op bezoek. Essen is een grensgemeente. Wij grenzen aan de noordzijde, aan de west- en aan de oostzijde aan Nederland. We zijn direct aangetakt eigenlijk op het Nederlandse autosnelwegennet. We zijn ook een hele ruime gemeente. We hebben een hele grote oppervlakte. Landelijk karakter van vroeger, wat maakt dat wij heel veel ruimte hebben. En we zijn ook een heel vriendelijke gemeente, waar er nog een heel goede sociale cohesie is tussen de mensen. Dus dat noem ik eigenlijk een vriendelijke gemeente. Wel, de laatste jaren hebben wij heel wat geïnvesteerd en ik ben zeker en vast trots op de sporthal. Heel het sporthalpark waar er door Jan en Alleman kan gesport worden. En twee, de fietsveiligheid, met name de aanleg van het fietspad langs de Moerkantse baan, maar ook het fietspad langs de Nieuwmoerse Steenweg, de fietselstrade. Tot hiertoe vind ik dat we er mooi in zijn gelukt om die fietspadenprojecten tot een goed einde te brengen. Ipsan bouwt mobiele vacuüm- en hoogdrukinstallaties. Dat kan zijn op vrachtwagen, op containersysteem of achter een tractor. Voor industrie- en rioolreiniging wordt elk project ontworpen op maat van de klant. Ons engineeringteam werkt het dan verder technisch in detail uit. Voor de landbouwsector is er een uitgebreid gamma mengmesttanks van 4.000 tot 25.000 liter en verschillende types bemesters. De merknaam Ipsan staat binnen de sector synoniem voor kwaliteit en lange levensduur. De volledige productie gebeurt in eigen beheer in de fabriek in Essen, van tankbouw tot lakkerij. Zo garandeert men kwaliteit, afwerking en levertijd. In de tankbouwafdeling worden ook veel tanks gemaakt voor andere constructeurs en speciale projecten. Alle laswerkingen gebeuren door gecertificeerde lassers of lasrobots. De stralerij en lakkerij werkt volgens strenge milieunormen en met de beste verftechnieken om een langdurige en mooie conservering te garanderen. In deze afdeling werkt men ook veel voor andere bedrijven. Voor alle mogelijke keuringen zoals CIR, ADR en COC is de nodige kennis in huis en bereidt men de dossiers voor. En een ervaren serviceteam staat 24 uur op 24 paraat voor onderhoud en herstellingen. Wie met Ipsan een project doet, kiest voor een investering op de lange termijn met een lage onderhoudskost en een hoge restwaarde. Verwater is een industriële dienstverlener gespecialiseerd in de bouw en het onderhoud van tankopslaginstallaties voor industrie en petrochemie. Met meer dan 90 jaar ervaring, een wereldwijde aanwezigheid en een duizendtal personeelsleden biedt Verwater een brede waaier van diensten aan. Waar de opdrachtgevers vandaag meer en meer behoefte aan krijgen, is hulp van een aannemer in de vaststelling van wat er precies moet gebeuren. En dat is net de richting waar wij als Verwater ons meer en meer op aan het richten zijn. Dus eigenlijk van een aannemer naar een dienstverlener die met de klant mee zal bepalen wat exacte werkzaamheden zijn die moeten gebeuren, gebaseerd op het budget van de klant en gebaseerd op de business van de klant. En bij uitbreiding van onze standaardactiviteiten hebben we daarvoor ook een aantal activiteiten overgenomen van een ander bedrijf, zodat we naast tankonderhoud, leidingwerk, civiele werken, ook het gedeelte elektriciteit en instrumentatie en een stuk engineering en automatisering kunnen aanbieden. Installaties die Verwater bouwt en onderhoudt zijn voornamelijk te situeren bij raffinaderijen, tankopslagbedrijven en chemiebedrijven. Het bedrijf zet alle middelen in om de werkzaamheden uit te voeren volgens de hoogste veiligheids- en kwaliteitsstandaarden. De grote troeven van Verwater is uiteraard de lange ervaring. We zijn ook de enige en we waren de eerste die de techniek van het opvijzelen van tanks toepaste. Daar zijn we eigenlijk onfeilbaar in en nog altijd toonaangevend. We zijn marktleider in alles wat we doen wat betreft onderhoud.
En een grote troef is dat we mensen opleiden in alles wat onze eigen techniek betreft. Dat wij veel investeren in innovatie, zowel wat technieken betreft als wat ons businessmodel betreft. We kijken heel goed wat de klant wil en dat houdt ons leidend in de markt. Wat maakt Essen zo aantrekkelijk voor zijn inwoners en bezoekers? Het rustige, landelijke karakter van de gemeente, verklaart Dirk Konings, schepen voor ruimtelijke ordening, plattelandsbeleid en landbouw. Daarom zet Essen in op open ruimte met aandacht voor bos, heide en landbouw. Met een ruim aanbod aan wandel- en fietspaden. Kortom, natuur, recreatie en landbouw gaan er hand in hand. De komende jaren investeert de gemeente heel wat in fietspaden, speelpleintjes en haar culturele erfgoed. Extra troef van Essen is de vlotte bereikbaarheid, per spoor en via de weg. Zo staat u in een handomdraai in de dichtbijzijnde steden. En zijn ook alle bedrijven en handelaars in de gemeente snel en gemakkelijk te bereiken. We hebben momenteel ook een industrieterrein dat we verder aan het ontwikkelen zijn in samenwerking met de provinciale ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Antwerpen, waarbij een gedeelte van de terreinen nu al op de markt zijn en verkocht worden. Maar de achterliggende terreinen zullen ook in een later stadium ook nog ontwikkeld worden. In onze centrumstraten zijn er momenteel ook grote bouwwerken bezig. Er zijn een aantal grote firma's die bezig zijn met appartementsbouw binnen onze gemeente. Voor ons is dat belangrijk, dus er moet een ruim woonaanbod zijn in onze gemeente. Anderzijds willen we dat ook wel wat beperken, om daarbuiten dan natuurlijk ook de open ruimte van onze gemeente zeker te kunnen vrijwaren. Wij hebben hier in onze gemeente ook een toegang tot de Kalmthoutse Heide, maar landen langs de Nederlandse zijde, de Rukvense Heide, de Brabantse Wal, liggen allemaal op fiets- en wandelafstand van onze gemeente. Dat is zeker een troef, ook voor onze gemeente en voor de bezoekers van onze gemeente, om daar gebruik van te maken. Bouwbedrijf Mimbo is 41 jaar geleden opgericht door mijn vader Mark Mennes. Aanvankelijk werd er gestart met het bouwen van appartementsgebouwen, maar na verloop van tijd hebben wij ons aanbod uitgebreid met villabouw, woningbouw, appartementsgebouwen, industriegebouwen, kantoorgebouwen, renovaties, openbare gebouwen, eigenlijk alle soorten gebouwen en dit tot en met de volledige afwerking toe. We hebben al projecten gerealiseerd van 50.000 euro tot 7 miljoen euro. Ons personeelsbestand is in die jaren dan ook gegroeid van 2 werknemers naar een team van een 40-tal mensen die aangevuld worden met kwalitatieve onderaannemers die voor de afwerking zorgen. Onze klanten, architecten en bouwheren worden op een persoonlijke, betrokken en toegewijde manier begeleid om een project te realiseren binnen de gestelde termijn en het gestelde budget. Wij zorgen ervoor dat het bouwproject in de meest ideale omstandigheden verloopt. Dat dit ook geapprecieerd wordt, blijkt uit de klanten die regelmatig terug bij ons aankloppen om een volgend project te realiseren. De sector is in deze 40 jaar enorm geëvolueerd, zowel op het vlak van gebruikte technologieën en bouwmethodes, op het vlak van milieu en veiligheid, maar ook naar de woonvormen en de woonbehoeftes. Wij volgen deze zaken nauwgezet op en wij organiseren dan ook de nodige opleidingen voor onze werknemers, zodat wij steeds de service kunnen blijven bieden die men van Mimbo gewoon is. De ambitie van Van Loonsleutel Architecten is om vernieuwing en duurzaamheid respectvol te combineren. We creëren steeds tijdloze hedendaagse projecten waarbij het contact met de bouwheer en energiebewust bouwen centraal staan. Onze projecten bestaan voornamelijk uit lage energiewoningen, kantoren, vastgoedprojecten en totale renovaties. In Essen wordt er gewerkt. Met een werkloosheidsgraad van maar 5% scoort de gemeente sterk op het vlak van bedrijvigheid. En daar zit Valeron Strength Films voor iets tussen. Want deze producent in plastic folies voor bedrijfstoepassingen is de grootste werkgever in Essen. Het bedrijf landde 40 jaar geleden op de Nieuwmoerse Steenweg. Vandaag is Valeron Strength Films een van de topspelers in de sector en wereldwijd actief. Met vestigingen in Houston, China en Essen dus. Door hun aanhoudende groei zijn ze permanent op zoek naar nieuwe collega's. Waarom koos het bedrijf voor de Kempense gemeente?
En verzekert Valeron Strength Films ook in de toekomst voldoende werkgelegenheid? Manager TV vroeg het aan Frans Gagelmans. Deze werd destijds als ideale basis gekozen door onze vorige eigenaars. Het was een bedrijf uit Nederland en zij wilden een bedrijf hebben in België, maar toch dicht bij Nederland, dicht bij de haven van Antwerpen, maar ook dicht bij uitvalswegen naar de andere landen toe, zoals Nederland, Duitsland en ook Frankrijk. Ideaal dus. Wij zoeken vooral onze werknemers lokaal, omdat wij vereisen dat de werknemers die hier komen werken, dat dat voor langere tijd is. Dus wij zoeken echt ervaren mensen en ervaring krijg je alleen maar door te doen. Dus als je lokaal blijft, heb je ook minder kans dat die werknemers van werk gaan veranderen. Valeron is reeds 50 jaar gespecialiseerd in het produceren van kunststoffolieën. Wij produceren een HDPE kruislaminaat. Dat is vooral gebaseerd op sterkte. In onze fabriek bevinden zich verschillende blaaslijnen die elk gespecialiseerd zijn in hun type film dat we maken op de markt. De rode draad door de toepassingen is steeds een combinatie van drie belangrijke eigenschappen. Ten eerste hoge scheurweerstand, hoge doorscheurweerstand en ten derde hoge doorprikweerstand. De aanwendingen van Valeronfilm in de industrie zijn legio. Dit kan gaan over waterafstotende membranen in de bouwindustrie, over airbag-afdekkingen in automobiel en gespecialiseerde verpakkingen voor gevaarlijke chemicaliën. Ik werk reeds 42 jaar in dit bedrijf en dat bewijst toch dat het hier een aangenaam bedrijf is om te mogen werken. We zijn een van de grootste werkgevers hier in de buurt, zodanig dat de meeste van onze werknemers ook zeer lokaal werden aangetrokken. Als leider van het innovatieteam zijn wij continu op zoek naar nieuwe toepassingen. R&D is daarom zeer belangrijk voor ons bedrijf. Want het merk Valeron staat voor betrouwbaarheid en zekerheid. En dat willen we ook bij de eindklanten zo behouden in de toekomst. Deze reportage kwam tot stand dankzij de volgende bedrijven. Wij hopen u binnenkort in Essen te mogen ontmoeten.